4 plus 3. 5 plus 4. 3 plus 3. 20 min 5. 20 plus 40. Elke voormiddag doen we in onze klas een rekentraining, omdat we echt wel het hoofdrekenen willen automatiseren. Sprongen van 3. Voordat we dit jaar aan de slag zijn gaan met de rekentraining, hebben we vorig jaar in één klas de rekentraining uitgetest. 18 plus 3 is... En die resultaten waren gewoon waanzinnig. De kinderen zijn gemiddeld 2 schooljaren vooruit gegaan. Oké, super. We gaan eens kijken. Dat was voor ons zo'n eye-opener van wow, we hebben even 5 weken intensief geoefend. En ons resultaat is eigenlijk 2 jaar leerwinst. Dat vonden we iets dat we niet konden negeren op onze school. Goedemorgen. Hey Bilal, goedemorgen. Dag Amiel, goedemorgen. Wij zijn een school gelegen in Kontig. Kontig aan de zuidrand van Antwerpen en daar voeren we eigenlijk de laatste jaren ook wel de uitdaging van de grootstad. Onze kinderen komen met heel andere voorkennis en heel andere bagage binnen dan 7, 8 jaar geleden. Dus we zagen ook dat de aanpakken die we jarenlang hanteerden, dat die niet meer altijd werkten. Wij zijn als school gestart met het verzamelen van heel veel data over onze leerlingenpopulatie, maar evengoed de resultaten die wij als school behalen. Ik denk het gewoon al het tonen en het op tafel leggen van die cijfers, dat heel confronterend was. Wij gaan er vaak vanuit dat alle kinderen thuis dat of dat materiaal hebben. Wij gaan ervan uit dat alle ouders s'avonds mee kunnen lezen. Maar we beseffen nu wel eens meer dat voor sommige kinderen en sommige ouders helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Als school kunnen wij echt wel een verschil maken door echt te gaan kijken wat werkt, wat is effectief en hoe krijgen we ook de kinderen die minder voorkennis hebben van thuis uit, hoe krijgen we ook die mee? Je blijft eerst zo wat hangen bij de methode die je hebt en dan merk je dat dat niet zo goed gaat of dat het lastig is. En het is eigenlijk door een open lezing van Excel, van Sarah Bergse, die sprak over zo leer je kinderen rekenen. Met ook succes in haar school, dat we wel iets geprikkeld waren door dat lijkt ons wel een hele goede methodiek. En Excel heeft ons eigenlijk stap voor stap meegenomen in dat verhaal, waarbij dat we eigenlijk eerst heel met het hele team gaan kijken zijn naar okay, hoe werkt ons brein, naar die cognitieve psychologie, om te kijken okay, hoe leren we eigenlijk en hoe zit dat eigenlijk in ons werkgeheugen, lange termijn geheugen, wat werkt niet. En dat hebben zij allemaal samengebracht in hun 12 bouwstenen voor een effectieve didactiek. En samen met Excel volgen wij nu het traject om echt allemaal heel vaardig te worden in het toepassen van die bouwstenen in onze lessen. Goed, zitten jullie allemaal neer? In de rekentraining zitten een paar hele effectieve werkvormen. Wij gaan beginnen aan onze rekentraining, dus armen klaar om de bal te vangen. De rekentraining bestaat uit 3 lesfases. In de eerste lesfase begint met balgooien, dat doen we een kwartiertje. En we starten. We gaan eerst verder tellen tot 1000. Starten bij 89. 90, 91, 92, 93. Daar zijn we echt aan het inzetten op het automatiseren, op het snel kunnen verwoorden. Voor 60. Als ze de bal vangen, willen we een antwoord horen. Heel goed. Voor 200. Het trillen is eigenlijk super belangrijk om te kunnen overgaan naar complexere rekentaken. Kom aan, snel antwoorden. 9 min 5. Heel knap. 8 min 3. Geen uitzeggen? In het vijfde komen bijvoorbeeld heel veel vraagstukken aan bod. Wordt er met breuken gewerkt, met procenten? Ja. Die basis moet echt stevig zitten, snel kunnen gereproduceerd worden. Zodat uw werkgeheugen niet overbelast raakt. Dus ik zeg een type oefening zoals 7 plus 5. Hoeveel moeten er bij 7 om 10 te krijgen? Hoeveel moeten er bij? Tijdens de instructiefase gaan we oefeningen voordoen. We willen echt dat kinderen bepaalde denkstappen zetten in hun hoofd. Die denkstappen zijn heel logisch. Daarom is het ook heel belangrijk om die denkstappen voor te doen. Daarna samen te verwoorden en ze daarna nog te laten inoefenen. Start! 74 min 30 is 70 min 30 is 40 plus 4 is 44. Toppie, oké.
Nu is het aan jullie. Eerst nadenken in ons hoofd. Hoe gaat deze oefening moeten gezegd worden? En gaan ze eigenlijk vervolgens de think pair share methode gebruiken? Eerst zelf nadenken, daarna overleggen met hun buur, om dan eigenlijk één kind via cold calling te kiezen en dan opnieuw eigenlijk de uitleg te laten doen. Oliver! 90-70. Dus met die instructiefase zijn we echt ervoor aan het zorgen dat ze die denkstappen helemaal eigen maken. 89-70. We willen dan ook echt heel snel checken van oké, begrijpen ze het, waarvoor we dan de wisbordjes gebruiken. Zo kan je eigenlijk als leerkracht in één oogopslag zien van oké, die vindt het nog moeilijk of die zijn al wel heel snel. Zijn jullie wel klaar voor het kwartiertje intensief rekenen? Kom aan, verstand op volle toeren. 5, 4, 3, 2, 1 en knallen maar. Een werkblad heeft 160 oefeningen. Ik heb ze in het begin ook allemaal zelf gemaakt om te kunnen verbeteren. Het is wel best intensief. Ze moeten echt wel heel aandachtig en geconcentreerd werken. De oefeningen zijn gegroepeerd per 4. Dus het zijn 4 oefeningen van 1 bepaald type. En op 1 werkblad wordt het ook steeds moeilijker. Daarom geraken kinderen op 1 werkblad bijvoorbeeld maar tot de helft. Het gebeurt dus dat een kind dag 1 werkblad 1 maakt en tot in de helft raakt. Die volgende dag, dag 2, moet hij terug werkblad 1 maken. En die raakt misschien terug verder, maar het heeft het weer niet af. Dag 3, opnieuw werkblad 1. En dan denk je misschien als leerkracht van, oeh, amai, die gaat het nu wel opgeven. Maar kinderen zijn eigenlijk best wel fier op zichzelf dat ze verder geraken, ook al is het nog niet af. Goed gewerkt allemaal. Super goed gewerkt. Ah, heel knap gedaan, Kouters. Wow. Vandaag was er een meisje en die had haar werkblad niet afgewerkt. Maar ze was heel fier op zichzelf. Heel goed gewerkt. Knap, hè? En je bent sowieso al verder dan gisteren. Hè? Heel goed gedaan. Kijk, juf, ik ben tot hier geraakt. En dan is het echt onze taak als leerkracht om dat ook echt te bevestigen. En om hen echt te duiden op, ja, ze moeten het blaadje morgen terugmaken, maar dat is niet erg. Tegen die muur lopen is denk ik iets in het onderwijs waarvan we zijn weggelopen. En morgen doen we het hetzelfde. We krijgen veel meer inzicht op wat ze kunnen en niet kunnen. En dat inzicht zorgt er ook voor dat ze gemotiveerd zijn om eigenlijk over die muur heen te kunnen springen. Echt? Ja. Amai! Doordat we eigenlijk vorig schooljaar zo'n resultaat hadden van ons testjaar, was ik eigenlijk heel overtuigd van oké, al mijn collega's zouden dit moeten doen, zouden dit moeten ervaren, zouden dit moeten zien in hun klas. 18 plus 1. 11 plus 1. En daarom zijn we nu begonnen, van het tweede leerjaar tot het zesde leerjaar, om die rekentraining eigenlijk in te voeren, om eigenlijk zeker te zijn dat het stapje dat in dat leerjaar wordt verwacht als ze dat kennen, dat we dat nu ook echt weten dat ze het kennen en kunnen. Bijvoorbeeld in het tweede leerjaar zijn we de rekentraining aan het doen tot 20. 3 plus 8. Hoeveel moeten bij de 3 bij om 10 te krijgen? We gaan dat nog eens samen doen. 3 plus 8 is... Oké. In onze school is er zo een cultuur ontstaan waar dat iedereen van zijn eiland is gekomen. Wat dat 2 jaar geleden heel anders was. Iedereen zat op zijn eiland, maakte zijn lessen van rekenen of wiskunde, van taal. En eigenlijk is dat nu een beetje, zijn we één groot continent geworden. Waar dat we elkaar eigenlijk in ondersteunen. Wauw! Als ik vroeger als leerkracht verantwoordelijk was voor mijn klas, was er eigenlijk niemand anders die wist wat er in mijn klas gebeurde. Nu hebben we als school één richting gekozen. Iedereen is eigenlijk met hetzelfde bezig. Iedereen werkt op dezelfde manier, waardoor we veel meer met elkaar gaan uitwisselen, veel meer bij elkaar gaan raden gaan. We hebben bijvoorbeeld ook Ellen, die rekencoördinator is, die echt heel bewust nadenkt over het aanpak van het rekenonderwijs vanaf de kleuterschool tot het zesde leerjaar, waardoor collega's met hun vragen over rekenen ook heel snel bij Ellen terechtkomen.
We gaan ook samen echt inzetten op het uitwerken van routines om te kijken, oké, als we die werkvorm hanteren, hoe doen we dat juist? We maken er veel meer een verhaal van ons allemaal van. Ik denk dat iedere leerkracht op dit moment ook wel terug beseft, oké, ik doe er toe. Ik heb er iets betekend en ik heb er iets bereikt vandaag. En iedereen voelt zich ook wel terug professional. Ik sta met een heel ander gevoel voor de klas. Door de rekentraining te doen, heb ik eigenlijk ingezien dat we echt moeten investeren op die basis. En ik denk dat we daar een beetje zijn verloren geraakt door de druk dat er is van die werkboeken moeten ingevuld worden. Die werkboeken, ja. Jawel, ja, dat is juist. Altijd het volgende tiental. Ik heb zelf leren denken als leerkracht in kleine stapjes. Terwijl 2-3 jaar geleden, dan botste ik ook op leerlingen die 400-5 niet konden. En dan dacht ik gewoon, die moeten dat toch kunnen? Waarom kunnen die dat niet? En nu denk ik, oké, we zijn gewoon veel stappen overgeslagen in het rekenproces. En dan voel ik mij nu zoveel sterker in mijn job als leerkracht, omdat ik weet wat ik aan het doen ben.